De lastige eikenprocessierups laat zich weer zien op de Nijmeegse Universiteitscampus. Volgens de website van Studentenblad ANS hangen linten aan de bomen langs de houtlaan naast het Bergmanianumgebouw. Hierop staat: pas op, eikenprocessierups. De rups is de larve van een nachtvlinder. De harige kruipers laten zich hier steeds massaler zien. Volgens ANS waren er in 2018 drie keer zoveel rupsen als in 2017. En ook voor dit jaar wordt een flinke toename verwacht. Het blad haalt het kenniscentrum eikenprocessierups aan. Het centrum vindt de toename niet gek omdat ontdekt is dat de beestjes een paar jaar onder de grond kunnen leven, waardoor ze pas later zichtbaar worden.